Iedereen die maar een beetje verstand van voetbal heeft. Alle experts hebben zich allemaal uitgesproken al over Ihattare. Ja, Mo, ik heb het over jou. Ja, en ik moet jou ook even hebben. Want ik weet zeker dat jij de hele dag op die social media zit. Dus jij ziet dit ook. Mo, wat is er met jou aan de hand? Joost mag het weten. Niemand weet het. Iedereen heeft daar al zijn licht al over laten schijnen. En ik weet het ook niet. Mo, wat is er met jou aan de hand? Dan ben je 19 jaar en je kan heel erg goed voetballen. Want dat is duidelijk. Maar nou nog even hier. Hey, het gaat om dit. Een kopje erbij. Mentaliteit. Discipline. Dat, Mo. Die twee dingen. En talent, die maken het verschil. Ben je goed of ben je heel goed? En jij kan gewoon heel goed zijn, maar dat moet je wel hebben. Mentaliteit, dit, koppie. En dan heb je nodig discipline. Mo, kijk nou eens even naar ongeveer leeftijdgenoten van je. Dat moet je doen. Kijk nou eens naar Matthijs de Ligt. Hoe hebben we ooit over die jongen hele discussies gevoerd? En of die het wel of niet ging halen? Nooit. Die Matthijs de Ligt, die wist precies waar hij naartoe wilde. Die ging rechtdoor naar school en kantoor. En die heeft zich altijd gewoon keurig gedragen. En is nu een ster in Italië. En wat denk je van Frenkie de Jong, Mo? Hey, onze Frenkie, die ging ook gewoon strak door. Nooit problemen gehad, nooit gezanik. Niet stoer doen, niet een beetje geïrriteerd. Nee, gewoon rechtdoor. En Frenkie is een ster in Spanje. En dan heb ik het nog niet eens over Donny van de Beek. Jij was geïrriteerd, Mo, omdat je niet opgesteld stond tegen Olympiakos. Wat denk je van Donny van de Beek? Hé, hey, die wordt bijna helemaal nooit opgesteld. Hebben we die ooit gehoord? Maakt die problemen bij Manchester United? Nee, neem daar nou eens een voorbeeld aan, Mo. Zo moet je het doen. Maar jij bent nog niet reddeloos verloren, hoor. Nee. Weet je nog die Bakali of Bakali? Die jongen, de talent bij PSV. En iedereen dacht van, oh, een grote carrière. En die jongen was ook lastig en die kregen ze ook helemaal niet in het gareel. En weet je hoe dat is afgelopen met die jongen? Niet goed afgelopen. Speelt nu bij Beerschot in België. En dat is het dan. Terwijl iedereen dacht, die gaat een grote internationale carrière tegemoet. Aan de andere kant hebben wij ook eentje die heel vervelend en lastig was in zijn jeugd. Robin van Persie. Bij Feyenoord. Altijd problemen met Van Marwijk en noem het op. En uiteindelijk hebben ze hem weggestuurd. En het is met hem toch goed gekomen. Poeh, dat mogen we wel zeggen. Bij Arsenal. Dus daarmee wil ik maar zeggen. Het kan nog alle kanten op. Maar je staat wel op dat kruispunt, Mo. Ja. Jij alleen kan bepalen of het nog een succes wordt, ja of nee. En je moet je schamen, Mo. Je hoeft je niet te schamen voor je gedrag. Dat moet je gewoon veranderen. En zorg dat je weer op het rechte pad komt en de mensen in jouw omgeving. Nee, Mo, jij moet je schamen voor het feit dat je gewoon zomaar je enorme talent weggooit.